Het belooft een leuke wedstrijd te worden. Met veel scorend vermogen bij de thuisploeg. Dat is bij de uitploeg wat lastiger op dit moment, maar goed. Je ziet de opstelling van Heerenveen, waar Hoornkamp terug is in de basis als rechtsback. Piri terug is in het centrum naast Heu. Middenveld is Schaars terug. Hij ondersteunt daar Rienstra en Flap. En Lammers blijft natuurlijk de spits. Hij heeft de 14 in liggen. En vanaf de vleugels Van Bergen en Johnson. De twee controlerende middenvelders als aanvoerder. En bij Excelsior geen reden om daar iets te wijzigen. Met Bruins dus vanaf het middenveld. Kolwijk die de meest controlerende is op het middenveld normaal gesproken. Andersson en Edwards op de vleugels. Omerson in de spits. Ja, doelpunten, daar gaat het om. Scoren lukt Excelsior al een tijdje niet meer. Oude Kotte. Hoornkamp. Lammers. Lekker meegegeven aan Rienstra. Ja, dan ligt er behoorlijk wat ruimte ook. Rienstra, zelf zou je dan maar zeggen. Rienstra probeert het inderdaad zelf. Maar stuit op Dame. Lammers heeft zich weer eens uit de spits laten zakken. Doet hij vaak. Ruimte creëren voor anderen. Rienstra kan in één rechte lijn door naar het doel van Dame. Andersson peert de bal omhoog. Andersson krijgt hem niet weg. Nu een counterkans. Wellicht voor Excelsior met Edwards. Omarsson. Oh, mooi balletje. En daar is Haan op tijd. Goed gegeven door Omarsson. In de richting van Andersson. Lammers. De loop van Rienstra. Schouten loopt mee. Ja, hij heeft de bal niet meer. Rienstra. Goed. Van Bergen. Hoornkamp. Kopbal van Lammers. Makkelijk voor Dame. En een lekker begin van de wedstrijd. Goed tempo. Oude Kotte in de fout en dan is Lammers weg. En Lammers wordt gestuit door Oude Kotte en Dame met z'n tweeën. Blijft nog even liggen. Hij krabbelt ook weer op. Overname Schaars en wat een ruimte ligt er dan weer voor Johnson. Lammers staat nog in het centrum. Johnson komt er dan ook net niet tot een schot. Nou, dat gaat tot twee keer toe. Net goed voor Excelsior. Fout van Oude Kotte. Maar dan is Lammers daar. En het zijn een paar, zeg maar, kwart overtredingen die hij maakt. Veel beweging naar de eerste paal toe. Bal blijft wat hangen. Lammers tikt hem een klein beetje weg. Van Bergen. Schouten. Uitstekend. Heerlijk rustig gedaan. Kolwijk. Met rechts. Oh. Kan op. Zet vast! Hey! Zet vast! Maar allemaal makkelijk te verdedigen. Matthijs komt weg. Oh, Schaars. Hij heeft wel heel veel tijd nu. Ja. Geef hem dan maar voor. Chipt hem. Schouten half. De bal blijft hangen. Voor niemand in te schieten. Johnson vangt dan op. Woudenberg. Die bal is wel erg hoog. Lammers. Dat is één. Op de achterlijn. Lekker gelegd bij de tweede paal. Net naast gekopt door Flap. Mooie actie van Lammers om Flap te bereiken. Johnson.
beperkte vrije trap. Bal naar de tweede paal, daar is Heu en daar is de lat. Veel dichterbij is Heerenveen niet geweest. Goeie vrije trap en een hele grote kans voor Heu. Maar die krijgt de bal niet omlaag. Schouten kopt, Hoornkamp drukt hem wel. Oh, geen buitenspel. Heu en de redding is goed genoeg van Dame. Als Heu die bal zomaar voor zijn voeten vindt. Zo. Dat kan je de categorie verrassend noemen. Haan lijkt zich daar bijna op te verkijken. Die enorme uithaal. Maar dan komt het denk, nou weet je wat, ik schiet maar dus. En dan liggen er een paar. Lindhout heeft niks gezien wat niet mocht. Bruins brengt nog eens voor. Schouten. Koolwijk. Bruins. Schiet hem keihard tegen Woudenberg aan. Wat een penalty voor Hens. Terwijl Woudenberg, ik geloof best dat hij tegen een arm aankwam. En natuurlijk helemaal niks aan kon doen. Maar nu moet er wel worden gewacht. Ik denk dat het toch vooral gaat om bij de corner eens te kijken of daar iemand werd vastgehouden of niet. Die Hensbal. Ik kan me werkelijk niet voorstellen dat daar een penalty voor wordt gegeven. Hier, wat gebeurt hier allemaal? Duwen, trekken. Ja, Hoornkamp. Hoornkamp doet dat niet zo heel handig. En dan druk ik me zacht uit. Lindhout luistert. Hier het mogelijke penalty moment van de Hensbal. Nou, is wel uitgesproken. Is van heel dichtbij, heel erg hard. Goh, ja, nee. Ik snap dat wel. Tegen de arm, maar van zo dichtbij, zo hard. Dat je hier geen enkele vorm van opzetting kan zien. Edwards. Moet hem dan terugleggen. Ja, dat heeft hij begrepen. En dan is de redding van Haan fantastisch. Om de 0-1 te voorkomen van Andersson. Heerenveen worstelt meer en meer met zichzelf. En Excelsior merkt meer en meer dat er hier wat te halen valt. Edwards vangt Michailovic slim op. Omarsson had eigenlijk van die bal af moeten blijven. Andersson en die schiet hem net naast. De simpele conclusie is intussen dat de 0-1 echt niet onverdiend zou zijn. Johnson. Oh, dat is een heerlijke beweging. En houdt hem binnen. Krijgt hem niet bij Lammers. Oh. Dat was prachtig. De speler van Heerenveen blijft liggen. Wel kan verder. Moet de paas naar Fortes nu komen. Hier eerst Edwards, die heeft Fortes dus bij zich. Edwards buitenom en Edwards schiet hem er niet in. Terwijl de speler van Heerenveen nog steeds ligt daar bij de zijlijn. Had dit dus eigenlijk gewoon de 0-1 moeten zijn. Daar, de uitgestoken arm. En het is duidelijk dat er contact is. Lijkt alleen zo erg, maar als je die bijvoorbeeld vol op je ademsappel krijgt. Goeie opening op Johnson. Van Amersfoort. Lammers eerste paal. Lammers voor het doel. Daar is Lammers en daar is toch zijn kans. En in een wedstrijd met zo weinig kansen moet hij hem dan ook maken. De bewegingen zijn goed om zijn eigen ruimte te creëren. Waardoor hij bereikt kan worden door Van Amersfoort. Maar krijgt hij de bal niet in het doel. Heerenveen misschien het meest het gevoel dat het moet. Want ze spelen thuis. Excelsior misschien ook nog wel het gevoel dat het kan. En qua ranglijst moet het voor hun natuurlijk het meest. Zij hebben de punten echt het hardst nodig. Dan maar eens van heel ver proberen. Ja, Matthij, die wil ook nog wel eens een bal niet inkoppen uit de corner, maar er gewoon van afstand inschieten. Hier houdt Woudenberg vast. En dan komt Koolwijk zich melden en die heeft volkomen gelijk.
want hier moet geel voor worden gegeven. Kolwijk legt hem bij de tweede paal. Daar is de kopbal en de redding van Haan. Heerenveen ontsnapt. En dat is niet voor het eerst in de tweede helft. Lekkere bal van Kolwijk. En dan heeft Haan dus de redding. 4 minuten zullen er zo bij komen. Kobayashi. Bal is wat kort lijkt het. Woudenberg krijgt er nog wel voor. En daar is hij dan ook nog. Van Amersfoort. Heerenveen op 1-0. En wat is dat onwaarschijnlijk zuur voor Excelsior. Dat zoveel meer verdient dan 0 punten. 1, dat zou al wat zijn. Misschien verdienen zij nog wel het meest. Er 3. Maar het lijken er toch echt 0 te worden voor Poldervaart. Schouten, heerlijk weggedraaid. Kan nog altijd voor Excelsior, want daar ligt het toch verrassend open hoor, bij Heerenveen. Matthij, zijn voorzet is goed en het doelpunt is weer niet daar. Want Hameret, dit zegt alles over Heerenveen. 1-0 voor, extra tijd en je gooit het zo open achterin. Lammers doet daar goed werk, Michailovic. Woudenberg wil nog een keer mee. Linksback, 1-0 voor, ja. Onderrikering staat ook te gebaren, blijft toch lekker achterin. Lammers. Het schot van Lammers en de redding van Dame. Maar daarmee lijkt het ook wel gebeurd. Heerenveen wint. Vraag niet hoe, maar ze winnen met 1-0. In een hele matige wedstrijd van de ploeg van Olde Riekerink.